kinderen van 4 tot en met 8 zijn heel hard bezig in het technieklokaal. Met de voorbereidingen van hun presentaties. Er gaan 3 groepen door naar het regionale techniektoernooi in Alkmaar. De jury moet een belangrijke beslissing maken. Welke uitvindingen gaan mee? Er komt een bakje aan en dan drupt water langzaam in dat bakje. Dan gaat hij naar beneden en dan valt het water op een belletje. Wat is de opdracht? Een belletje gaat rinkelen in 1 minuut. Nou, daar gaat straks een knikker, die rolt naar beneden. En na 30 seconden komt hier een belletje hangen. En dan gaat hij om de 4 seconden nog naar tegen domino steentjes aan. En dan maakt hij een geluid. Aan de ene kant een flesje. En dat is het gewicht. En dan heb je het aan een stang. Heb je dan aan de andere kant het contragewicht. Dit flesje. Kijk, het zorgt ervoor dat het oprolt. En dan kan het de hele tijd heen en weer gaan. We maken een soort hijskraan. En de opdracht is dat we het water door de heen laten stromen en dat het dan na 1 minuut een belletje afgaat. Wij zijn zeg maar een opdracht aan het maken voor in 10 seconden een druipende soort van, niet klok, maar dat het in 10 seconden kan druppelen. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Nou, niet echt serieus, maar als we niet zijn, dan zijn we wel heel ver gekomen. Oh, en daar zijn jullie dan weer heel blij mee? Ja, dat wel. Dat wel, ja. Mooi zo. Teamleider, wat is jullie uitdaging? 3 uitdagingen, per uitdaging 4 kinderen die doorgaan 17 maart naar de finale. En die ga ik nu bekendmaken welke kinderen dat zijn. En dan begin ik voor heel verrassend een keer met de oudste kinderen. Het groepje met de knikkerbaan, het schuine schot, zeg maar, gaat door naar de finale. Ja, tweede groepje. Dat is even kijken, het... De WIP waterklok, fantastische poster, groepje van Elvira. En dan de laatste groep, dat is eigenlijk al bekend, hè? De trechter met het mengsel, wat daar in 10 seconden 10 druppels moeten daar doorheen gaan vallen. En het groepje wat daar dichtstbij zat met 11 seconden en 70 honderdste is Adam, Wolf, Nouvel en Kaan. Oké. De winnaars zijn bekend! Op 17 maart gaan ze het opnemen tegen andere scholen in Alkmaar. En wij gaan natuurlijk ook mee. Tot dan! Doei! Doei!